De oppositie in DNA vindt het niet kunnen dat zij via de pers de plannen van de overheid over de laatste lening heeft vernomen. Er is namelijk een staatsobligatie uitgezet op de internationale markt van $550 miljoen. De rente daarvan is 9,25%. Volgens minister Gilmour Hoefdraad van Financiën was het uitzetten van de staatsobligaties op de internationale markt noodzakelijk, omdat in de eerste plaats staatsolie een schuld heeft die betaald moet worden. Desondanks had de oppositie daar geen oor voor. Waar het om gaat, voorzitter, en dat is wat die samenleving dient te weten, dat is de vraag die we stellen aan de regering, dat leningen worden genomen in alle stilten en alle geheim, waarbij onze natuurlijke hulpbronnen verpand worden, onze verdiensten verpand worden, voorzitter. En nu gaat men mooi boy spelen van we hebben een lening genomen om onze natuurlijke hulpbronnen die verpand waren vanwege het verspil en corruptief beleid die men gevoerd heeft, om dat veilig te stellen. Wij moeten juist in tijden van crisis de handen ineens slaan en met elkaar een open, eerlijke, transparante discussie voeren over zaken, maar ook mogelijkheden aandragen, voorstellen aandragen. Maar wat er gebeurt is, naar mijn gevoel, het komt te veel over als oude jongens krentenbrood en in de achterkamertjes bepalen we het, besluiten we het en het wordt geïnformeerd. En het kan zijn dat natuurlijk het obligoplafond niet wordt overschreden, dat kan allemaal kloppen, maar juist in tijden van crisis moet de regering ons vooraf informeren over zaken. Bovendien is mijn directe vraag, de VP praat over een herschikking, maar ik denk mijn directe vraag is, gaat hetgeen nu is geleend ook in de consumptieve richting, in de consumptieve sfeer terechtkomen? Het is ons alle verplichting hier, coalitie-oppositie, ervoor te waken dat er van het volk gestolen wordt. En beslist niet wanneer het gaat om leengelden, voorzitter. Vandaar ten aanzien van onderhavige lening, voorzitter, ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd. En ik weet dat het geen schoonheidsprijs verdient wanneer wij moeten vernemen, zelfs als parlement, het hoogste instituut, het hoogste college van staat, dat er staatsobligaties worden uitgegeven tot een bedrag van 55 miljoen via de pers. Dat is iets dat we zeker de minister van Financiën moeten verkwalijken, voorzitter. Maar wanneer het gaat om leningen in het kader van stabiliteit en herstel van onze economie, vind ik dat wij de focus meer moeten gaan leggen op de mate van terugbetaalcapaciteit, op de mate van bestemming, de besteding van de gelden. En daar zijn we hier, voorzitter. Vice-president Ashwin Adin gaf aan dat de regering nog steeds bezig is met het economisch herstructureringstraject dat goedgekeurd is door het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Er is ook gesteld door het geachte lid Santokki, IMF, 1.05. We zijn on speaking terms. Dat heeft niets te maken met dit gedeelte. Dat blijft. We zijn natuurlijk on speaking terms. We blijven kijken. Wanneer kunnen we weer een discussie? We hebben het begin gesteld. Als wij een deal maken met de IMF, zal zeker ter discussie zijn als er zaken zijn die maatschappelijk niet door de beugel kunnen en dat zaken die eventueel voor erupties zouden leiden, waar de DNA en de volksvertegenwoordigers niet eens over kunnen zijn, dat doet dat ter discussie stellen. En dat is nu gaande. Als we zeggen, wij zo gaan die energieprijs niet omhoog kunnen trekken, dat of rentevoet of wat dan ook, moet het ter discussie gesteld kunnen worden. En dat is nu gaande. En zolang wij als gemeenschap niet daar een goed antwoord op krijgen, of een goede deal kunnen sluiten, gaan wij dat ter discussie blijven stellen. Dus IMF gaat verder. We zijn on speaking terms. Op de vraag, gelag betalen. We zijn een rijk, gezegend land, voorzitter. En rijk aan hulpbronnen. En we hebben tot nu toe, gezien consumptief, als je kijkt naar de betalingsbalans en de cashflow, heeft de burger tot nu toe niet betaald voor de schulden. Dus ik zal de exercitie die vaak gedaan wordt, dat er per kop betaald moet worden. We weten dat wij de schulden tot nu toe historisch altijd al met de inkomsten van de natuurlijke hulpbronnen hebben betaald en niet uit de zakken van de burgers. Dat maakt ons land rijk en gezegend. Vice-president Ashwin Adin, hij is gisteren in het parlement ingegaan op de vragen en kritische opmerkingen over de staatsobligatielening van $550 miljoen.